Meneer Pechtold, ten eerste nog gefeliciteerd met de 43e verjaardag van D66 deze maand. Dank u zeer. Ja. U bent goed geïnformeerd. En ja, nog beter, want u bent bijna net zo oud. Het scheelt een jaar geloof ik. Ja, u was net één jaar en toen dacht u, D66, dat gaat het worden in de toekomst. Ja, dat zou je romantisch natuurlijk zo willen zien. Hè? Dat ik al gelijk op mijn eerste... Nee, dit kwam toch meer door wel degene die met mijn geboorte te maken had. Mijn moeder. Mijn moeder was vanaf 1966... helemaal verslingerd aan de partij. Dus dat is met de paplepel erin gekomen. Maar even doorschakelen. We staan hier in de middeleeuwen. Zou D66 zich daar thuis gevoeld hebben? Nee. Want de middeleeuwen is een periode waar heel veel vanuit de staat, vanuit de kerk over mensen heen werd uitgestort. En dat het individu eigenlijk nog nauwelijks gewaardeerd werd. En D66 wil graag een maatschappij waar het individu centraal staat. U staat nu in de Zuidplas. Maar aan de andere kant, laat ik ook een positief ding zeggen. Middeleeuwen was natuurlijk wel de periode nog dat mensen een hele kleine voetafdruk op de aarde maakten. In de zin van, ze haalden eruit en ze brachten erin zonder de aarde zelf aan te tasten. Dus de periode was in die zin natuurlijk nog wel een verantwoorde periode. Nu zijn we natuurlijk door al onze delfstoffen en energieverbruik zijn we... Dus in die zin kan een stukje weer terug naar de middeleeuwen. Maar is er nu dus ook meer te doen voor D66 als in de middeleeuwen? Ja, maar daarom ben ik heel blij dat we hier in Zuidplas de enige groene partij zijn. Oké. Ja, u staat hier in de Zuidplas en wij kijken vaak naar Den Haag en vinden daar natuurlijk van alles van. Maar hoe ziet men in Den Haag bij D66 de Zuidplas in de toekomst? Nou, wij waren heel blij dat D66 hier mee gaat doen aan de verkiezingen, want mijn fractiegenoot Boris van der Ham heeft de afgelopen jaren heel veel werk gemaakt van groen in en om de stad. En dit is nou typisch zo'n gemeente waar ik denk heel veel mensen langs rijden wanneer ze er niemand kennen. Ooit zou je daarvan gehoord hebben. Maar zo'n gemeente is van eminent belang voor de leefbaarheid van een veel groter gebied. Niet alleen de regio Rotterdam, maar de Randstad. En daarom ben ik blij, en ik zei het zojuist al, dat we hier ook niet alleen een groene partij hebben, maar ook echt een heel groen programma. Ja, wij willen ook met Zuidplas die groene functie voor de regio gaan vervullen. De mensen uit de grote stad kunnen naar Zuidplas toekomen om hier te recreëren en te genieten van het groen. Maar ze komen hier ook wonen met al die woningen die men hier wil gaan bouwen natuurlijk. Zult D66 die tegenhouden? Nee, er is een gezonde behoefte aan woningen. Die moet gerealiseerd worden. We kunnen niet alle beslissingen die genomen zijn op dat gebied natuurlijk terugdraaien. Maar zolang we kunnen realiseren dat het laag blijft, niet te hoog wordt, 3-4 lagen als maximum. En ook duurzaam, dus dat de woningwijken eigenlijk zichzelf qua energie bedruipen en met zonnecollectoren allerlei zaken weten te realiseren. Dan krijgen we toch een beetje stukje groen in de Zuidplas, houden we. Het is natuurlijk belangrijk dat 3 gemeenten nu samenwerken, dan dat je 3 hebt die allemaal met hun eigen bestemmingsplan en hun eigen uitbreidingslocaties niet een eenheid vormen. Nu kan je dadelijk vanuit 1 gemeentebestuur dat beter aansturen. Okay. Komt een beetje op de kern ook van D66. Vorige maand verweet u de regering en het doorkijkje voor de periode na 2010 dat keuzes worden ontweken. U zei dat D66 gaat voor echte keuzes. Dat wordt, ja, vond ik toch wel bijzonder, want als we over de Zuidplas praten, kunt u dan een voorbeeld geven welke echte keuze of keuzes er hier gemaakt moeten worden? Kijk, het voorbeeld dat gaat dadelijk de lijsttrekker geven, maar één punt wat uit dat verwijt voortkwam is dat u heeft hier nou verkiezingen, maar de regering heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt wat dadelijk de begroting van de komende 4 jaar voor de Zuidplasgemeente is. Er wordt een 3 miljard landelijk dadelijk waarschijnlijk bezuinigd op het gemeentefonds. Partijen zijn hier nu aan het campagne voeren. En omdat dat besluit vooruit is geschoven, omdat de onduidelijkheid blijft bestaan, weet men eigenlijk niet duidelijk wat mag je nou de burger wel en niet beloven. Dus dat is een verwijt wat ik maak. En dat is ook iets waar ik vind echte keuzes uit voort moeten komen. Nou, een echte, ik bedoel, ik ga me niet in de lokale politiek bemoeien, dus de voorbeeld moet van hem komen. De keuze voor Zuidplas is dat de ontwikkeling op dit moment is dat we eerst voor het groen gaan. Groene waterparel, restveen wordt eerst ontwikkeld. We gaan eerst voor het groen en daarna gaan we pas de stap maken om woningen neer te zetten. In die keuze, om dat om te draaien. Vaak zie je eerst dat er een woningbouw gerealiseerd wordt en achteraf wordt er op het laatste moment pas naar het groen gekeken. Maar we draaien het om nu. In Zuidplas wordt die groenvoorziening eerst gecreëerd en dan wordt gekeken welke woningbouw er noodzakelijk is en dan wordt daarna pas die woningbouw gerealiseerd. Hoe past dat in de kreet? Eerst bewegen en dan bouwen? Of eerst groen, dan bewegen en dan bouwen? Ja, eerst groen en dan bewegen en dan bouwen. Ja, okay. Zeker, want ook de ontsluiting, als we gaan bouwen,
moet er gelijk een goede ontsluiting zijn voor het openbaar vervoer, zodat mensen ook kunnen reizen. Geen Leidse Rijn taferelen dat iedereen er woont en dat er niemand eruit kan. Eerst moeten we eruit kunnen en daarna gaan we pas wonen. Ik ben ook overigens heel blij als onderwijspartij dat men hier inzet op een middelbare school. Hè? VMBO is hier nu geregeld, maar een echt volwaardige middelbare school nog niet. En ik denk dat drie samen de werkende gemeente ook voor tieners onderwijs moeten aanbieden. Dus vind ik vanuit de landelijke partij een belangrijk agendapunt hier. Ik vind ook, we zijn straks groot genoeg hier om dat te kunnen. Tuurlijk, met 40.000. Met 40 en misschien met een potentie naar 50.000, 55.000. Die wonen komen er toch gedeeltelijk. Dan heb je zeker Wel een van de kernpunten van D66, vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Nou, een mooi Engels woord vind ik empowerment. Hè. Mensen die vooral zelf dingen laten doen. Dat roept onvoorwaardelijk vertrouwen op en doet mij denken aan de uitspraak: vertrouwen is goed, maar controle is beter. Hoe gaat D66 met die controle om? Wil je maar Nems? Nee. Lokaal of landelijk? Nou, dan begin ik landelijk. Kijk, inderdaad, ik zei zojuist al, en u heeft het prachtig verwoord, wij richten ons op het individu. Maar dat betekent dat je, als je een overheid, of dat nou de Rijksoverheid of een gemeente is, dat je hem zo inricht dat mensen het als een partner zien. Hè? Een gemeente, ik ben jarenlang wethouder geweest, ik ben burgemeester geweest. Een gemeente is op veel terreinen een monopolist. Er is geen concurrentie. Of dat nou gaat om je paspoort, of je kapvergunning, of je bouwplan. Je bent van die ene loket afhankelijk. En ik wil een overheid die daar je tegemoet treedt als een vriend. Als iemand die zegt, god wat leuk, u heeft een bouwplan, hoe kunnen wij u helpen? En niet als, vult u deze stapel papieren maar eens in en dan zien we wel weer verder. Ja, omdat je dat monopolie hebt, omdat je die macht over die burger hebt, vind ik dat een overheid dus een bescheiden rol moet spelen. Dat het tegenhanger daarvan is dat burgers ook niet voor ieder wisselwasje altijd naar de overheid moeten komen. Hè? Als ze bij de buren geluid horen, dat ze gelijk de politie bellen. Hè? Probeer ook weer eens gewoon verhoudingen met je buren zelf te creëren, waardoor je daarover kan praten. Dus dat is een beetje hoe ik naar de relatie overheid-burger kijk. En dat heb ik zelf 15 jaar lang in het lokale bestuur heel vaak gezien. De goede voorbeelden. En natuurlijk ook de slechte. Ja, als je het dan naar Zuidplas vertaalt. Zuidplas is gelukkig nog een gemeente, een kleine gemeente. We kennen elkaar, misschien niet allemaal, maar we kennen elkaar nog een beetje. We spreken met elkaar en we vragen ook aan de burger om naar ons toe te komen om te vertellen wat hij wil. En als je dat contact met die burger hebt, dan kan je hem ook vaak aanspreken op allerlei zaken die plaatsvinden. En dan een soort indirecte controle vindt er op dat moment automatisch plaats. Ik vind het ook prachtig dat hier zo'n project als dat Turf. Je ziet bij heel veel herindelingsgemeenten allemaal gevoelens, juist over culturele verschillen en verleden en het behoud aan identiteit. En hier gekozen voor, we doen drie culturele programma's die uiteindelijk in één cultureel programma overgaan. Dat vind ik eigenlijk een prachtige symboliek. En ik denk ook dat mensen het gevoel geeft, oké, we hebben dadelijk misschien wel een bestuur van 40.000, maar onze identiteit in de verschillende gemeenten is wel gewaarborgd. Okay. Wat is de belangrijkste boodschap die u de lokale D66-politici meegeeft voor de komende 4 jaar? Wat moeten ze zeker bereiken om u tevreden te stellen? Voor de komende 2 weken, ga voor die zetels. Uiteraard. Dat is de eerste boodschap. Okay. Want natuurlijk iedereen kijkt landelijk van wie doet het hier goed? Gaat het goed met D66? Gaat mevrouw Verdonk hier een deuk in een pak boter slaan? Dus daar wordt hier goed naar gekeken. Dus de eerste opdracht ligt daar. Voor de 4 jaar daarna vind ik het heel belangrijk dat D66 weer de partij is, dat zijn we ook 40 jaar lang geweest, die korte lijnen van en naar de burger heeft. Of je je beleid nou vanuit Den Haag wil vertellen, heb je de gemeente nodig en de gemeenteraad, of dat je je signalen wil oppakken, heb je ook het lokaal bestuur nodig. Ik kom uit het lokaal bestuur, ik ben er een groot fan van ook de autonomie, van ook eigen belastingen, van eigen mogelijkheden om te kunnen sturen. Dus ik hoop dat ik een goede partner heb aan dadelijk de fractie van toch een 3 zetels. Dat gaan we. Ja, drie, vier zetels. Dan gaan we toch hier wel halen. Als een goede partner. We gaan het in de gaten houden. En natuurlijk talent opleiden. Hè? Want wij willen dadelijk over 4 jaar voor de Tweede Kamerlijst natuurlijk weer goede mensen, ook met lokale wortels. Die weer door kunnen groeien. Ja? Nog een laatste vraag. U gaat zo meteen naar de Prins Willem-Alexander School, want u gaat een gastles geven. Ja. Wat gaan de leerlingen van u leren? Nou, ik hoop dat ik in begrijpelijk Nederlands ze wat kan vertellen over hoe democratie werkt, wat ik voor een baan heb. Want mensen denken nog wel eens, nou dat is de hele dag maar met je hoofd op tv proberen te komen. Dat is toch net even wat anders. Dus ze mogen me alles vragen. Veel succes ermee. En dankjewel. Bedankt voor dit interview. En dankjewel. Bedankt.